De eerste wet van Kirchhoff. De eerste wet van Kirchhoff. Stellen we weer even voor als een waterleiding met vertakking. Ik heb hier wat buizen getekend. Stel nou dat ik de waterleiding van links de aanvoerende waterleiding is. Ik laat er water doorlopen. Dan snappen we dat water naar andere leidingen gaat. Dan zou ik eigenlijk kunnen vragen, blijft er nou water achter in dat kruispunt? Ik denk dat je zelf zult zeggen, nee. Ik ga nou eens in de leiding gaan kijken. Ik heb hier leidingen aangesloten op 3 lampjes. Ik laat de stroom van links komen, dan zal die verplaatsen naar alle richtingen de stroom. Oftewel, de aangeleverde stroom is eigenlijk toch evenveel als de stroom die weggaat. Net zoals dat water van daarnet. Dus er blijft toch in dat kruispunt eigenlijk niks achter. De eerste wet van Kirchhoff zegt dan ook al bij elkaar, alle stromen in één knooppunt zijn bij elkaar opgeteld 0 ampère. In het boek geeft hij ook dit teken weer, dit vreemde soort, ja, zigzagtekentje, noemen we een sommatieteken, oftewel alle sommen bij stromen bij elkaar opgeteld, moet 0 zijn. Hoe kun je dat bijvoorbeeld zeggen? Nou, alle stromen die één kant op gaan, bijvoorbeeld die weggaan, dat is min stroom 1, min stroom 2, min stroom 3, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als ik daar de toevoegende stroom bij op tel, dus ik tel daar de stroom bij op die binnenkomt, ja, dan heb ik 0. Want als ik hier min 1 ampère, min 3 ampère, min 6 ampère heb, en ik tel die op met hetgeen wat toegevoegd is, dan moet ik daar 0 uitkomen. Eigenlijk niks anders dan de hele wet van Kirchhoff.